We gaan het hebben over vuurwerk. Wat voor soort straf staat er eigenlijk op een overtreding? En welke overtreding, dat gaan we vragen. Aan Naomi Klooster, zij is juridisch medewerker bij het Juridische Loket. Naomi, goedemorgen. 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 Ja, altijd veel over te doen, dat vuurwerk, elk jaar weer. Wat voor soort overtredingen zijn er zoal op het gebied van vuurwerk? Ja, dat kan eigenlijk verschillende dingen zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik hoor al continu vuurwerk om me heen. Al weken. Ja, heel veel. Ja, en eigenlijk is dat natuurlijk niet toegestaan. Je mag alleen vuurwerk afsteken tussen 31 december 6 uur en 1 januari 2 uur 's nachts. Dus 2 uur 's avonds, moet ik even bij zeggen, en 2 uur 's nachts. Mm-hmm. En dat is dus al een overtreding, hè, als je buiten die tijden vuurwerk afsteekt. Mm-hmm. En daarnaast kunnen gemeentes vuurwerkvrije zones instellen, waarin helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken. Denk aan bijvoorbeeld een stadscentrum of in de buurt van een ziekenhuis. En daarnaast zijn er zelfs gemeentes die dit jaar weer een algeheel vuurwerkverbod hebben. Ja, zijn voornamelijk de grote steden, geloof ik. Hè? Apeldoorn, Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Volgens mij. Ja. Utrecht niet. Oh, Utrecht niet. Daar mag het wel. Ja. Dat is ook een beetje scheef natuurlijk ook. Hè? Dat je dan denkt van, ja, waar mag het nou wel, waar mag het nou niet? Is dat een beetje onduidelijk? Ja, het is niet heel erg duidelijk gecommuniceerd, denk ik ook. Ja, misschien de afgelopen paar dagen, maar echt heel groots denk ik niet. Maar ik denk dat je echt moet zoeken op internet inderdaad om het te vinden, ja. Ja. Als je dan toch vuurwerk afsteekt in zo'n vuurwerkvrije zone, wat dan? Ja, boete. Ja. Voor de straf op een overtreding is een boete. En de minimale boete die er kan worden opgelegd is een boete van 100 euro. En boetes van 100 euro en hoger, die hebben wel de vervelende eigenschap dat ze op je strafblad komen te staan. Dus het afsteken van vuurwerk kan dus gevolgen hebben voor je strafblad. En bij het aangaan van een nieuwe baan of stage, opdracht als zzp'er of een vrijwilligersbaan, kan er soms worden gevraagd om een verklaring omtrent gedrag, heet dat. Mm-hmm. En een aantekening op je strafblad kan ertoe leiden dat die verklaring niet wordt afgegeven. Oh. Hoe lang blijft dat staan? Ja. Nou, dat verschilt per overtreding. Dat durf ik zo niet uit mijn hoofd te zeggen. Ik kan me voorstellen, als je dan op je 17 of 18e de fout ingaat, en hè, dat zou dan zonde zijn als je gelijk voor de rest van je leven geen VOG meer krijgt, omdat je ooit een keer zo'n misstap hebt begaan. Ja. Maar het hangt ook nog af van de leeftijd natuurlijk, hè, waarop je de overtreding begaat nu. Dat zeg ik. Ja, zeker. Want ja, je zei net al even, hè, kinderen 17. Nou, kinderen onder de 18 jaar die verboden vuurwerk af, die krijgen een haltstraf. Ja, en een stichting Halt die legt een straf op, zoals bijvoorbeeld het opruimen van rommel. Maar er komt er geen aantekening op je strafblad. Nee, is pas vanaf 18 jaar dan, hè? Ja. Nou, we hadden van de week ook nog de politievoorlichter, Wim Hoonhout, aan de lijn ook, dat veel mensen helemaal niet weten dat je niet meer dan 25 kilo in huis mag hebben. Ja, klopt. Dat zit er ook in. En dan al die acties nu ook. Stel, je wordt nu, zoals gisteren, aangehouden op de A12. Hè? En je hebt iets van 600 kilo vuurwerk in je auto liggen. Wordt dan ook je auto verbeurd verklaard? Wordt je rijbewijs ingenomen en zo? Hoe zit dat? Weet je dat, Naomi? Nou, ik weet dat in ieder geval het vuurwerk wordt in ieder geval in beslag genomen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Over de auto, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk niet dat je rijbewijs gelijk wordt ingenomen. Maar dan zou ik echt moeten gaan kijken naar de richtlijn van het OM. Wat daarin staat. Even, wat voor soort vuurwerk mag je nou niet afsteken? Of wat mag je wel afsteken? Ja, ik kan wat voor allebei. Er zijn verschillende soorten categorieën vuurwerk. Ja. En vuurwerk uit de categorie F3 is verboden. En de categorievermelding staat op de vuurwerkverpakking. Ja. Daarnaast is knalvuurwerk verboden. Dus denk aan de rotjes, maar ook de Chinese matten bijvoorbeeld. De knalstrengen, zoals die dan worden genoemd. Losse vuurpijlen, Romeinse kaarsen, babypijltjes. Het mag allemaal niet. En vuurwerk wat wel mag, dat kun je herkennen aan de informatie op de verpakking. Er moet onder andere een Nederlandse handleiding zijn. Er staat op de verpakking dat het geschikt is voor particulier gebruik. Wat de minimale leeftijd is voor het afsteken en de minimale afstand. En zo staan er nog een paar dingen op. Nou, dit zijn even de grootste. Oké, maar als het bij de supermarkt ligt, dan mag je ervan uitgaan dat je het af mag steken. Ja, precies. En voor de mensen die, we hadden het net al even over auto, hè, vol met vuurwerk. Voor de mensen die naar het buitenland gaan om vuurwerk te rijden, is het misschien wel goed om te weten dat voor het vervoeren van verboden vuurwerk, uit het buitenland naar Nederland, kan hem ook een boete worden opgelegd, maar daarvoor kan zelfs gevangenisstraf worden opgelegd.
Oké, nou, dat zijn allemaal goede dingen om eventjes over na te denken voordat je zoiets doet. Zometeen praten we met jou verder en dan gaan we het hebben over huurverhoging.